Jullie hebben een nieuw format voor de komende Delta Lloyd Rockart. Kan je dat uitleggen? Ja, we varen 5 dagen totaal. Waarvan we de eerste 2 dagen een kwalificatie varen. We varen met grote groepen boten, zo min mogelijk gesplitst. 6 tot 8 wedstrijden. Dan maken we de stand op. Dan gaan we met de top 25 verder in de final series. De anderen varen natuurlijk gewoon door, maar met de top 25 gaan we de final serie varen. Dat doen we ook 2 dagen, 6 tot 8 wedstrijden. Daarna maken we de stand weer op. Dan gaan we met de top 6 een middelrace varen. Dus dat is een kleine groep waar we dan weer mee verder gaan. En de top 6 begint op de plek waar die de laatste 4 dagen is geëindigd. Dus als ik na de 4 dagen 1 sta, krijg ik 1 punt. En de medal race stelt daar net zoveel aan mee. Dus als ik 1 eindig in de final series en ik word 3 in de medal race, totaal 4 punten. En dan maken we dan met die 6 uit op wie het evenement kwam in. De top 6 is iets anders dan we gewend zijn. Ja, voorheen hadden we top 10. Top 6 maakt het overzichtelijker, in ieder geval om te volgen. En dat zijn toch ook meestal degenen die het evenement kunnen winnen. Gezien dat in de top 10 de laatste 4 nooit meer naar voren komen. Dus daar gaat echt de winnaar uitkomen uit die top 6. Zijn er nog andere nieuwe dingen? Aspecten? We hebben wat meer wedstrijden per dag gepland dus. Dus we hebben ook wat kortere wedstrijden. De meeste hebben 40 minuten starttime. Dus dat is echt een stukje korter dan het uur wat we voorheen hadden. En er is nog iets nieuws. We gaan in de 49er en de 49er FX en de Nacra met een gate varen als bovenboei. Dan is het niet één kant eromheen, maar dan kunnen ze boven ook kiezen welke kant ze weer naar beneden mag. En de zeilers krijgen te maken met een nieuw obstakel in de baan. Ja, klopt. Met gast aan boord. Gewoon het nog dichter bij het publiek proberen te brengen. Gast aan boord, dan komt een schip in de baan te liggen. Ja, voor anker. Klopt. Ja. Hoeveel deelnemers doen er mee volgende week? We hopen ze kunnen nog steeds straks op locatie inschrijven. Dus we hopen tegen de 400 uit te komen. Rond 50 landen. Dus in een na-Olympisch jaar, prima. Het goede is dat er veel uit de top meedoen. Dus kwalitatief zijn we in ieder geval heel tevreden.